examen, maar ja, het feit dat hij bijvoorbeeld een songfestival liedje heeft gedaan, misschien ging gezien, dat geeft eigenlijk wel aan dat hij zijn normen niet, niet zo heel erg hoog aan liggen. Dus. In ieder geval, ik dacht nou, er moet helemaal anders aankomen, maar er moet wel iemand zijn die op dat niveau kan zingen. En dat zijn er eigenlijk maar heel weinig. Het grappige is, ik kwam dus Mats op het spoor, die heeft heel veel gedaan. Die heeft iemand die een paar jaar werkte met Imi Malmsteen overleefd, die verdient sowieso al een medaille. En dat heeft hij gedaan. Hij vertoert ook over de wereld met Transcription Orchestra, als mensen hier enzovoort. Dus ik bel hem op. Ik dacht, ja, dus even kijken wat voor gast het is. En hij was live enthousiast. Hij zei, shit, maar ik was hartstikke pissed of toen ik was. Dat je een hoek is begonnen, want het bleek dus een fan te zijn. Want zijn moeder had toen hij is nou 2,50. Dat zijn ook bijna allemaal, lang helemaal. Nou, is de 40 is een beetje. Dat komt wel bij aan. Maar in ieder geval, de eerste twee Vandenberg albums had zijn moeder voor mij gebracht uit Engeland toen hij begin 20 was zo. Dus we kennen al die onderzoek uit zijn hoofd en ik vond het helemaal gek. En het grappige was dat Ronnie Romero zo goed als die is, die de afgelopen 10 jaar is die uit meerdere bands eigenlijk weer gezet, zeg maar. Om het maar onderbiedig te zeggen, mensen die niet met hem wilden werken. En die belde stelselmatig stuk voor stuk allemaal Mats op, vertelde hij, en dat wist ik niet. En hij zei ja, heel graag, dus dat was fantastisch. Echt een lot op de loterij en die heeft me gezien, hè. En dat wil ook heel iemand doen. Ja, fenomenaal zanger en een hele fijne gast. Dat is zo belangrijk, want je trekt zoveel met elkaar op. Dat als jij met een of andere stroomkabel te maken hebt, dan kan je er een paar weken volhouden, per maand. En natuurlijk heb ik dat toch al 3-4 jaar opgehouden. Maar dat heb ik gezegd. Nou, inderdaad, dus, ja, je hebt hem gezien. Het is zeer indrukwekkend. Ja, die ambitie heb je nog steeds internationaal en met deze band te gaan toeren. Ja, we hebben eigenlijk op deze show en zo toen en een festival in Verbeerd. We hebben eigenlijk wel in het buitenland gespeeld. We hebben een aantal shows in Bergen gedaan, een paar in Engeland. Want in Engeland werd gewoon vol gespeeld, maar werd in de COVID-periode werd daar gewoon lekker gespeeld. Er stonden gewoon 3000 aangeschoten Engelse warm bier te drinken, dat is er gaan. En er was niks aan de hand, en dan kom je terug in Nederland en laat iedereen met een mondkapjes op en ingewikkeld te doen. Maar ja, dat is raar. En Amerika was natuurlijk ook te gek, dus we gaan in het voorjaar weer naar terug en dan begint het zaakje weer opnieuw. Mooi man, mooi man.